hebben een gesprek met Loes Meijerink over Iedereen een Boom. Loes, vertel eens, wat is dat toch eigenlijk? Ja, nou Iedereen een Boom, dat is een project waarbij gemeente Hellendoorn samen met provincie Overijssel en landschap Overijssel mogelijk wil maken dat het buitengebied een stukje mooier en een stimulans voor de biodiversiteit. Dus dat iedereen een boom of een bosplantsoen kan aanplanten voor sterk gereduceerd tarief. En dat maakt niet uit wat voor bomen? Wel. Nou, het zijn inheemse bomen die vruchten dragen of bloeiers zijn, zodat het weer insecten aantrekt. En die insecten trekken weer vogels aan. En zo doen we lokaal iets aan biodiversiteit. Wat leuk. Ja. En dus daar kun je gewoon vragen. Iedereen die in het buitengebied woont, die kan zich melden. En dat kan via de website www.iedereeneenboom.nl/boomdeeldag. En daar kan je je inschrijven met een minimumbedrag van €37,50 zelfs te besteden. En de andere 75% die wordt dan dus geschonken. Wat kost dat? Nou, dat kan dus al vanaf €37,50 tot een bedrag van €250. En daarvoor worden bomen ter beschikking gesteld, maar ook een bosplantsoen, dus struikachtigen. En het is dus bedoeld als klein landschapselement in het buitengebied of een kleine haag of net wat past op dat moment. Maar dat betekent dus, als ik €250 ervoor over heb, hoeveel krijg ik dan? Nou, dan krijg je plantsoen met een waarde van €1000. Zo. Ja, dat is een mooie regeling. Ja, dat is een mooie regeling. Behalve iemand die €37,50 moet betalen en het eigenlijk niet kan. Dan wordt het moeilijk. Ja, het is een tegemoetkoming. Hè. Het is best een hele mooie regeling, want je betaalt maar 25%. Dus die 75%, dat doet de provincie Overijssel en gemeente Hellendoorn doet daar de cofinanciering. Dus het is toch voor een betrekkelijk klein bedrag kan je best een mooi stukje natuur neerzetten. Moet je het zelf planten of wordt dat gedaan? Ja, je moet het zelf planten. Er is een uitgiftedag. Daarbij komt iedereen die zich in heeft geschreven, komt het ophalen. In februari zal dat zijn. En op dat moment plant je zelf de bomen aan. En de exacte voorwaarden kan je vinden op de website. Voor mij staat Marcel Tegeler van Dorcas. En we praten over de verlengde actie van de voedselinzameling voor de allerarmsten in Oost-Europa. Kun je daar iets over vertellen? Ja, nou je zegt het zelf al, verlengde. De actie verliep wat anders dan we eigenlijk gepland hadden. We hadden gehoopt dat er weer mensen bij de winkels konden staan, landelijk. En op het laatste moment is dat toch moeten worden gecanceld. En hebben we er een gelddonatieactie van moeten maken, noodgedwongen vanwege de coronamaatregelen. Ja, nu gaat Dorcas geld inzamelen voor de actie. Dus de boodschappen in Oost-Europa leven dus meer boodschappen op als hier in Nederland of in het westen van het land. Absoluut. En dat is dus ook een voordeel wat Dorcas dus de afgelopen 2 jaar wel gezien heeft. De vervoerskosten vervallen daarmee. De producten worden ter plekke dan gekocht. Zijn dan ook herkenbare producten voor de mensen die het ontvangen. En dat vinden ze ook heel prettig. En vaak is daar het voedsel ook nog ietsje goedkoper dan hier. Dus financieel gesproken en dan met andere woorden ook de hoeveelheid mensen die je dan kunt helpen. Dat was alleen maar gunstiger op die manier. Ja, hoe bereikt Dorcas de mensen daar in Oost-Europa? En is dat altijd in dezelfde landen of is dat een heel groot gebied? Hoe moet ik het zien? Ja, het zijn wel een beetje dezelfde gebieden waar Dorcas zich op richt. En de contacten gaan altijd via plaatselijke kerken. Dat zijn de contactpersonen, die zorgen dan ook voor de verspreiding. Die kennen de mensen en die zorgen dus dat de hulp ook bij de betreffenden terechtkomt. Nu is in Nederland de artikelen wat je inzamelt voor Dorcas in het verleden. Wordt die ook gesteund door de supermarkten? En is dat nu nog zo financieel gesteund door de supermarkten?
Nou, dat is natuurlijk het jammere van deze actie. Dat de supermarkten daar financieel in de verkoop van producten dan niet in delen. Dus ja, maar hoe meer producten als je in kunt zamelen of hoe meer geld, hoe meer mensen als je kunt helpen. Ja, maar de inzameling tot nu toe, die is eigenlijk al heel goed verlopen. Er is ook juist doordat er een noodmaatregel genomen moest worden, is er ook heel veel gedoneerd door mensen. En eigenlijk is er nu landelijk al zo'n 400.000 euro binnengekomen. Nou, Dorcas die streeft ernaar om al die mensen die ze voor ogen hebben te helpen zo'n 700.000 in te zamelen. En vandaar ook dat de actie verlengd is tot eind december, hè, dat er nog mogelijkheid is om te doneren. Ja, dus de mensen kunnen starten op via de QR-code en via een bankrekening. En via een bankrekening. En waar kunnen die mensen dat vinden? Nou, het heeft in de meeste kerkbladen gestaan en ook in het huis-aan-huis krantje Hart van Nijverdal. Dus op verschillende plekken is dat nummer wel te vinden. Faya, kerstkaartenactie. Wat houdt dat precies in? Wij willen de inwoners van Hellendoorn weer een warme kerstgroet bezorgen dit jaar. Vorig jaar hebben wij dat ook gedaan. Ook vanwege de maatregelen worden kerstdagen voor de meeste mensen anders dan ze hoopten met familie en vrienden. En zo hopen wij een klein beetje de eenzaamheid te kunnen verminderen. Hoe gaat het in zijn werk? Ik zit hier naast de brievenbus waar men een gefrankeerde envelop in kan doen met daarin een kerstkaart waarin een mooie kerstwens voor de medebewoner ingeschreven is. Maakt het nog uit wat voor soort kaarten? Nee, maakt niet uit. Alle vormen en maten mag. En het belangrijkste is een hartverwarmende kerstwens voor iemand in je omgeving. Nu heb ik ook wel eens gehoord dat kinderen speciaal kaarten maken. Gebeurt dat hier ook? Vorig jaar is dat volgens mij niet gebeurd, maar ik hoop eigenlijk dat het dit jaar wel gebeurt. Maar dat zou wel een hele mooie extra dimensie geven aan deze kerstkaartenactie. Tot hoe lang kunnen de mensen de kaarten inleveren? Vanaf nu staat hij in de hal bij ons, bij de balie. En het kan tot 17 december ingeleverd worden. Yvonne, automaatje. Wat houdt dat precies in? Automaatje is een vervoersmogelijkheid voor inwoners van de gemeente Hellendoorn die zelf geen vervoer kunnen regelen, geen netwerk hebben of geen financiën hebben om een taxi of iets dergelijks te huren. En dan kunnen ze bij ons terecht. Wij zetten daarvoor vrijwilligers in. En die maken gebruik van hun eigen auto en die halen zeg maar de klant op bij hun huis. En die brengen de klant dan bijvoorbeeld naar het ziekenhuis of naar de kapper of waar iemand maar heen wil. En dan brengt ze de chauffeur de klant ook weer naar hun eigen huis. En daar betalen ze een kleinigheid voor, een kilometervergoeding. Nu was het vroeger altijd graag gedaan. Nu is het ANWB. Ja. Wat voor verschil zit erin? Het is eigenlijk is er bijna geen verschil. Het is nog steeds ANWB automaatje. Het is een landelijk iets van de ANWB. En daar vallen eigenlijk alle vervoersmogelijkheden. Die werken met vrijwilligers, die kunnen hieronder vallen. En het is verder niks veranderd. We maken nog steeds gebruik van dezelfde chauffeurs, van dezelfde manier van werken. Alleen de naam is veranderd. Ja. Nu gaan jullie ook mee voor de boostercampagne bezig. Wat doen jullie daar precies voor? Nou, inderdaad, net zoals in het vorig jaar, van het voorjaar, hebben wij ook de vaccinatieritjes gedaan. En we zijn nu ook, hebben wij chauffeurs beschikbaar gevonden. Die willen ook wel voor de boosterprik rijden. Dus mensen die inderdaad geen vervoersmogelijkheden hebben of niet weten hoe ze er moeten komen. En het wordt kouder, hè? Dus, het wordt gladder op de weg, vinden mensen soms ook wel eng om op de fiets te gaan. Kunnen ze contact opnemen met ons elke ochtend. En dan kunnen ze een vervoer regelen, zeg maar, met een auto en een vrijwilliger. Is het dan met die auto's één per vervoerder of kunnen er meerdere in? We zitten op dit moment zitten we natuurlijk helaas met de corona. Ik wil het woord eigenlijk helemaal niet meer uitspreken, maar soms moet het wel even. En het is de bedoeling dat nu rijden we alleen nog maar de hoognoodzakelijke medische ritten. Dus naar de ziekenhuizen en de booster onder andere. En dan vragen we wel mensen dat uit één huishouden. En mensen moeten natuurlijk geen klachten hebben en dergelijke. Wel een mondkapje op. En ook de chauffeur heeft een mondkapje op. Afstand houden, dat geldt ook allemaal. Maar het is niet zo dat er overal verschillende mensen op worden gepikt.
de kosten hiervoor? Is dat laag? Is dat hoog? Ik denk dat het betaalbaar is, redelijk, ook voor de inwoners. Het is zo dat als iemand in Nijverdal woont, de chauffeur komt in Nijverdal en men moet bijvoorbeeld voor de boosterprik naar het industrietrein van de Bergsweg, dan betaalt men €3 voor heen en terug. Maar komt bijvoorbeeld iemand uit Hellendoorn en dan is het net een andere kern, dan is het €4,5. Maar normaal gesproken, als het bijvoorbeeld naar een ziekenhuis is het 30 cent per kilometer. En dat wordt rechtstreeks betaald aan de chauffeur.